sandalen en sneakers gaan meteen uit bij dit blote voetenpad in Deurne. De wandeling begint op een lekker zacht stukje gras, maar je komt nog veel meer tegen op deze route. Bijvoorbeeld op stenen lopen en in modder lopen en door sloten. Je gaat gewoon door water heen en allemaal over parcouren. Ja, en dat alles dus op blote voeten. En dat voelt best fijn en kriebelig soms. Maar soms doet het ook een beetje pijn als je over de stenen heen loopt. Modder, ja. Is ook wel glijd door tenen heen, dat is echt wel fijn geboord. En soms glij je uit en dat is wel grappig als je daar dan ziet als iemand uitglijdt en zo. Zoals je opa. Ja. Er zijn allerlei soorten blote voetenpaden in Nederland. Voor sommige moet je betalen en andere zijn gratis. Er zijn lange routes en korte paadjes, zoals hier in Hilversum. Waar sinds kort ook een blote voetenpad is, dankzij de 14-jarige Juliette, die er nu een rondje loopt met haar moeder. Ik vind het wel leuk dat het er nu ligt. En ik vind het er ook heel mooi uitzien. Samen met vriendin Josephine zat ze in de kindergemeenteraad en zorgde ze ervoor dat dit pad er kwam. Wij vonden het leukste, want iedereen jong en oud kon er dan gebruik van maken. En ook als je wat minder geld had, kon je eraan deelnemen, want het kost geen geld en het is toch nog lekker in de frisse lucht. Er komen dus steeds meer blote voetenpaden bij en ook in Deurne merken ze dat het populair is. Het wordt elk jaar drukker. Dus ja, we proberen ieder jaar ook weer nieuwe onderdeeltjes erin te zetten. Ja, en het favoriete onderdeel van kinderen hier? Dat je door modder en zo kan lopen en dat is heel glibberig. Omdat je dan helemaal vies wordt. Het modder, want dat is ja, lekker glibberig en zo. En dat is ook best grappig om dan vies te worden. Nee!